van de omroepen kende Almere een aantal televisiepiraten. Eén station wilde meer en ging eigen lokale programma's uitzenden. Een terugblik naar die tijd, samengesteld door Peter van Buren. Met deze beelden begon Almere TV zijn uitzendingen. Initiatiefnemer Jan zoet ons over die begintijd. Nou, Almere TV is eigenlijk begonnen als grap. En we zaten met een aantal mensen bij elkaar. We vonden het eigenlijk wel leuk wat er allemaal in Amsterdam gebeurde, om dat hier ook in Almere gewoon te doen. Nou, de eerste zender die wij hadden we gewisseld in Amsterdam, via een aantal kennissen. De tweede zender die we hadden, die hebben we zelf gebouwd. En de derde zender, we hadden ook nog een derde zender, die heeft Nico van Kollenburg gebouwd voor ons. Nico van Kollenburg bouwde niet alleen de derde zender. Ook wist Almere TV niet hoe ze de antenne moesten richten. Ik kan me nog herinneren uit de goede oude tijd van Almere TV. Dat de uitzendingen gepleegd werden stralend in de antennemast van de Casema. En de eerste keer dat het er kwam, stond hij achterstevoren met de achterkant van de antenne naar de mast toe. De buurman van Jan Soetons, Peter Droog, werd aangetrokken als technische man. Vond hij de apparatuur nu ook slecht afgesteld? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. De apparatuur die mijn buurman Jan had geregeld, dat was prima. Maar ik let altijd erg op de kleintjes en dat komt ook door mijn professie. En ik heb hem wat geholpen met de programma's een meer professioneel karakter te laten geven. Toen de apparatuur in orde was, ging Almere TV speelfilms uitzenden. De Filmliga hield dit nauwkeurig in de gaten. Hoofd van de Filmliga in die tijd, Klaas Nawijn. Ja, we zijn als Filmliga in 1980 gestart met filmvoorstellingen in Almere. En ik dacht dat het een jaar later was toen het verschijnsel van de piraterij op de televisie begon. Daar waren we natuurlijk een beetje bang voor op dat moment. Want Almere was nog maar klein, had weinig inwoners. Dus wij moesten natuurlijk zoveel mogelijk bezoek hebben. Toen via via is er een keer contact gelegd. Dat ging allemaal heel geheimzinnig in die tijd. Die piraten die hadden geheime telefoonnummers en geheime postadressen. Dat was allemaal heel stiekem. Maar goed, via via kwamen we toch een keer in contact met die mensen. Toen hebben we een soort afspraak gemaakt van, nou prima jongens, jullie draaien films, maar in ieder geval niet die films die wij wekelijks zeg maar in de bioscoop van Almere, in Mierenstein en Corrosia draaiden. Almere TV wilde van de speelfilms af om eigen producties uit te zenden, maar daar was apparatuur voor nodig. Vandaar dat er reclame op de buis kwam. De eerste adverteerder was Max Zitter van Juwelier Nuzink. De eerste keer dat ik met Almere TV in aanraking kwam, dat was toen mijn overbuurman mij vroeg om van mijn huis, waar ik destijds woonde in Hofmark, vanuit het huis te kunnen zenden. Later hebben wij pas over reclame gesproken en ben toen als eerste adverteerder begonnen met reclame, wat wij mochten op film vastlegden bij mij in de zaak. En wat er in eerste instantie toch best leuk uitzag in die tijd. Intussen waren er meer piraten op de buis verschenen. Naast Almere TV als eerste piraat kwam vervolgens VTA, Flevo TV en Empire TV. Toch probeerden de piraten in overleg te treden. De
De bewoners van Almere merkten niet veel van een piratenoorlog. Maar de lokale media stond er bol van. De tv-piraterij was voorpagina nieuws. Almere TV startte in deze tijd met eigen producties. Een van de hoogtepunten die ze actueel op de buis bracht, was het bezoek van koningin Beatrix aan Almere om de eerste boom te planten in het Beatrixpark. Almere TV als piraat presteerde het om het bezoek 's middags op te nemen en nog dezelfde avond aan de bewoners via de televisie te laten zien. Een van de vele grote producties van Almere TV was de open dag van de toenmalige Zijp. De ambtenaren leverden zelf commentaar bij de beelden van hun eigen afdeling. Dit hier is de kamer van de landdrost, meneer Lammers. Hij is er nu helaas niet, maar we kunnen wel een beetje rondkijken. Het is een werktafel, geen echt bureau, maar een echte werktafel. Meneer Lammers die heeft de woensdagochtend spreekuur van 10 tot 11... Maar het liefst hebben wij dat hij u eventjes belt voor een afspraak. November 1981. Heel Almere liep uit bij de intocht van Sint-Nicolaas. Dezelfde avond kon jong en oud de beelden op de buis zien. Met interviews van de huidige burgemeester en Sint-Nicolaas zelf. Zwaar stormweer gehad. Er waren nog diverse pieten goed zeeziek. En ik dacht, nou, als dat morgen met de intocht nog wat moet worden, nou, ik zag het niet zitten. Niet alles verliep natuurlijk vlekkeloos. Hansje Bunschoten, parttime werkzaam op de sportredactie van de KRO, heeft ook voor Almere TV geïnterviewd. Ook zij weet zich nog te herinneren dat lang niet alles op rolletjes liep. Toentertijd ben ik gevraagd voor Almere TV door de initiatiefnemer, de echte piraat, door Jan. En ik was ontzettend zenuwachtig de eerste keer. Ik denk, nou, wat gaat er allemaal gebeuren? En we zaten in de auto en ik was heel erg netjes aangekleed. En toen zeiden ze, ja, we moeten ergens 10 kilometer verderop in de polder een interview maken. En je moet ergens tussen sloten staan. Nou, daar kwam ik dus aankakken op mijn hoge akker. Je kunt je voorstellen hoe dat ging. Ik stond een halve meter met mijn hakken in de sloot en zeiknatte voeten. En maar doorpraten. Als we dan eenmaal alles hadden opgenomen, dan gingen we thuis even kijken, bij Jan thuis even kijken hoe het geworden was. En dan was je reuze nieuwsgierig natuurlijk. En dan had je een half uur film en dat mocht niet langer worden als anderhalve minuut. Dus je begrijpt hoe dat ging. Het werd geknipt en geknipt en geknipt. En in die tijd waren we nog echte amateurs. Met een beetje slechte apparatuur moesten we dan een heleboel dingen in elkaar zetten. En ja, dat ging nogal eens mis. En vooral omdat het merendeel van de mensen er nog niet zoveel verstand van had. En dan werden de verkeerde videobanden in verkeerde systemen gestopt. En snoertjes te kort en te weinig. En er was altijd wat, maar ik heb ontzettend gelachen altijd. Toch kon de piraterij niet lang duren. Dit bleek al spoedig uit het feit dat verschillende collega-piraten opgespoord werden door de RCD. En hun spullen in beslag genomen werden. Almere TV was nu het doelwit van twee lokale journalisten. Een van hun was Jos Jongerius. De reden was dat er nogal wat zendstoringen op ons mobilefoonverkeer kwamen. En wij op een gegeven moment met de installateur van mijn mobilefoonnet tot de gedachte waren gekomen waar het vandaan zou komen. Of het nou een radiostation was of een tv-station. Zodoende is het idee eigenlijk ontstaan om eens te kijken waar ze nou precies zaten. En ook mede journalistiek gezien hoe snel het mogelijk was om een tv-piraat op te sporen. Nou, er zat gewoon een draagbare zwart-wit set in met een sprietje. Daar zijn we mee gaan peilen. Op vrijdag zijn we begonnen toen. Ik weet niet, najaar van 81 is dat geweest. Toen kwamen we al heel snel bij de concurrent van Almere TV toen de tijd terecht. Ik dacht dat het de VTA was, Vrije Televisie Almere. Die hadden we in een minuut of 10 gepeild op een locatie in Almere. Alleen toen zouden we Almere TV gaan peilen. Dat is niet gelukt. Daar zijn we de volgende dag, ATV had een betere manier van uitzenden. En, of laten we zeggen, die waren technisch beter. Die hadden een ander zendsignaal,
waardoor het met een gewone sprietantenne op te draagbare zwart-wit tv niet mogelijk was om enig signaal te ontvangen. We zijn bijvoorbeeld rondom de antennemast gaan rijden om te kijken of we signaal opvingen. Dat hadden we 0,0. Toen zijn we dus die bewuste zaterdag teruggekomen met een richtantenne. Dus een gewone een antenne waarmee je vroeger buiten centraal antennesysteem wat je op je dak hebt. Toen zijn we gaan peilen vanaf de steiger waar die ongeveer zat. Tenminste, van Dorstad was dat mening toen de tijd. Toen hadden we op 100 meter nauwkeurig, eigenlijk kwamen we toevallig bij de locatie terecht waar ze toen vandaan stonden. TV is al lang piraat af. De vereniging Lokale Televisie is een feit. De Almeerse gemeenschap heeft nu een eigen lokale omroep.